Goeiemorgen alle mensen van die internet, ik hoop het gaan goed. Yes, ja, ik heb zo lang terug een video gemaakt. Ik is vanmorgen bezig om te rijden. Ik is actually bezig om nou te gaan naar mijn campus, Soltech toe. En ja, ik zwart nu boven in Pretoria. Yes, ik heb zo lang terug een video gemaakt. So ja, nee, dat is wat nou in mijn leven aangaan. So ik breng jullie samen en so een paar goedjes wijs al binnen wat ons alles doen. En ja, so kom ons, ons begin die dag, lyk die son gaan ook daarom nou opkom. Welkom bij HandSkills. 4 weken cursus. Dus vandaag bezig om te fail. Plaatjes fail. Precies, mooi. Square wees. Ons is vandaag in Swijs, ek is hier so saam Arnold. En een beetje Swijs, hier die Swijs cursus is ook 4 weke, soos HandSkills. En goed. Hey, hallo allemaal, ik hoop het gaan baie goed. Welkom terug bij nog een video. Zoals jullie al gezien het, ja, hier is net een update video wat in mijn leven aangaan. Zoals jullie kan zien, ik is nu op Soltech hier in Pretoria. Ik het laatst jaar oktober begin, hier so swat, en hier hele jaar hier boe gewees. En ik maak volgende jaar juni maak ek klaar, dan zit nog een jaar en een half appieship. En dan qualify, dan is ek klaar. So ek is bezig om my ambacht te doen. Ek doen mailmaker. En so ja. Soos jy al gesien het, ek het jou so'n bietjie deur dit gevat, he. Ons het eerst 6 maanden die teorie gehad, wat ons eerst was enig gedoen het, wat jy net klas loop, wiskunde, wetenskap, ingenieur, al die wonderlijke goed wat ek baie blij is as klaar. En dan gaan jy werkswinkels toe, dan krijg jy nieuwe kleren en alles, en dan het jy 4 weke in handvaardigheid, HandSkills, 4 weke in Swijs, 12 weke in standhouding, en dan het ons in elektries, is ons laatste tyd, en ek is nou bezig in elektrisch tot volgende jaar juni toe. Ek het nou nie afgeneem met die laatste stukkie in die video wat ek die gearbox, die radkas uit mekaar het al is in instandhouding. So ja, ons is nou in elektrisch, ons het nou week nog oor, dan gaan ek huis toe, dan gaan ek uit die stad uitgaan, en ek terugplaas vir so rukkie, dan kom ek volgende jaar weer terug. Maar ja, hier is net een update video om te sê wat in my leven alles aangaan. Ek sien Amerika video's het goed gedoen, maar ek kan nie meer vele van hulle maak nie, want ek is in Zuid-Afrika, ek swat nou hier so. Maar baie dankie vir allemaal wat subscribe en like en share en comment en alle goed, ek waardeer baie. Hopelijk volgende jaar kan ek bietjie meer op campus vele afneem en in die werkswinkels en waarmee ons dit doen het en alles sal ek bietjie meer dit doen. Hierdie jaar was net verskriklik bezig met die klomp goed wat gebeur het, goeie goed wat gebeur het, en ja, die Here is ook goed, klomp awesome goed het met saam met hom ook gebeur hierdie jaar, en ja, het was net een awesome journey, en ek sien nou weer uit vir huis toe gaan, en miskien maak ek een video oor die vakantie, ek sal kyk. Maar ja, dit is maar al van my kant af, ek het sit nie in Pretoria hierdie hele jaar, en gaan nog een stukkie volgende jaar ook, en dan gaan ek terug huis toe gaan.
So ja, hierdie is seker die tweede video wat ek gaan oplaai. Ek het eers daai motorfiets eenmaals gedoen en dan doen ek hierdie ene. So ja, ek hoop volgende jaar sal ek bietjie meer video's kan maak. Maar ja, dankie weer eens vir alles. Hier is net 'n update en ja, as jy enige navrae het oor Soltech en Pretoria en as jy wil kom swat en so aan, kontak my en ek sal vir jou kan raad gee waar ek kan. So ja, alright julle. Like en subscribe hierdie video, share hom met julle vriende as en ek julle nie volg nie. Amper vergeet ek wil net baie dankie sê vir 2109 subscribers, nooit in my wildste drome gedink. Ek gaan so baie kry nie, so baie dankie. Sien julle in die volgende.